4204 euro nu al aan skins. Holy fucking shit. Hallo mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Fortnite vind mijn kanaal Games Real jongens. En vandaag gaan wij iets super speciaals doen. Wij gaan namelijk vandaag uitrekenen hoeveel geld ik in totaal in Fortnite heb gestoken. En ik kan je vertellen jongens dat dit echt insane wordt. Want ik denk dat het bedrag wel echt pleuris hoog wordt. Ik denk iets te hoog dan het eigenlijk hoort te zijn. En met iets bedoel ik veel te hoog. We gaan het gewoon kijken. Ik ga mijn lokken helemaal bij elkaar optellen. We gaan kijken hoeveel geld we in totaal in Fortnite hebben gestoken. Dus ben je natuurlijk hyped. Vergeet niet zeker deze video met een blauw duimpje te belonen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Want we gaan richting de 170k alweer toe jongens. Thanks sowieso voor de support jongens. De laatste maanden van dit jaar is alweer ingegaan. December. Dus dit is de leukste maand natuurlijk van het jaar. Vind ik persoonlijk. Dus we gaan nog even een heel mooi 2019 maken met allemaal videos voor jullie. Ik denk dat we gewoon maar in Fortnite moeten gaan duiken. Let's fucking go. Alright, nou ik zit dus nu lekker in de lobby natuurlijk te wachten. Lekker met mijn mooie kerstskin. Deze kerstskin vind ik echt een van de vetste die ik heb. Ja, ik heb niet zoveel kerstskins. Ik heb er maar twee. Maar we gaan dus naar de locker. Want ja, daar draait het natuurlijk op. Aangezien er heel veel dingen zijn die je kan berekenen natuurlijk. Je kan de skins berekenen. De backblings komen meestal bij de skins. Dus die hoeft niet eigenlijk. De pickaxes, de gliders en de dungeons. En dan heb je ook nog wraps. Dus je hebt eigenlijk iets van 6 dingen die je in totaal kan kopen in de itemshop. Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel items van de Battle Pass. Dus we moeten heel goed gaan kijken hoe en wat geld waard is, zeg maar. Dus we gaan denk ik gewoon maar bij de skins beginnen. En voor deze video heb ik wel mijn telefoon nodig. Want ik moet natuurlijk alles bij elkaar optellen. Dus dit wordt nog best wel een challenge eigenlijk voor mijzelf natuurlijk. Want ik heb even zien, ik zal het wel even laten zien. Pleuris veel skins. Je ziet het echt niet normaal. Paars, blauw hier, groen. Het is echt insane veel. Dus en we gaan dus gewoon lekker alles bij elkaar optellen. Dit valt natuurlijk onder een bundel. En die bundel was bij elkaar 25 euro. Daar heb je natuurlijk een glider van. Dus we beginnen gewoon met die. Ik zal even mijn rekenmachine erbij pakken. Nou, de rekenmachine is er natuurlijk bijgehaald. En deze skins bij elkaar kosten 25 euro. Want dat was een pack. En die vond ik fucking sick. Eigenlijk heb ik het alleen maar voor één backbling gedaan. Maar maakt niet uit. Dus we beginnen met 25 euro. Nou, dat is op zich nog wel, dat heeft denk ik iedereen wel gedaan. Misschien zijn er een paar mensen die nooit V-Bucks hebben gekocht. Maar 25 euro, ja, daar beginnen we mee. Want zo duur was die pack. Natuurlijk, de gouden skins zijn per stuk 2000 V-Bucks. Natuurlijk heb je verschillende skins qua V-Bucks waarde. Bijvoorbeeld, de gouden skins zijn 2000. En heb je bijvoorbeeld de paarse skins, sorry, 1500 V-Bucks. Ik reken dat gewoon als 15 euro aan V-Bucks. Want anders wordt het een heel gedoe. Want je kan natuurlijk maar 20 euro minimaal erop zetten om 1500 V-Bucks te krijgen. Je snapt het wel. Dus we rekenen gewoon 1500 V-Bucks uit als 15 euro. If you get it. Oké. We gaan gewoon beginnen. Ik ga het heel simpel doen. Het is eigenlijk best wel makkelijk. We gaan gewoon alle gouden skins bij elkaar optellen die geld waard zijn. Dus die niet van de Battle Pass komen. Dat doen we dan gewoon een keer 20 euro natuurlijk. Want dan hebben we de uiteindelijke prijs. Dus alright. 1. Want deze komt uit de shop. 2. Die niet. Die niet. Die niet. Die niet. 7. Ja, deze is eigenlijk meer waard. Oké, daar komen we zo meteen op terug. Oké, even zien. 1, 2, 3, 27, 28, 28 gouden skins. Oké, we zitten dus nu op 25. Ik moet trouwens even een kladblokje erbij halen. Oké, 28. Ik schrijf het even op, want het is echt een dingetje om te onthouden. 28 gouden skins. Dus we doen, we hadden natuurlijk al 25 euro. Nou, die houden we even in ons achterhoofd. Dus 28 euro of 28 skins keer 20 euro is al 560 euro aan gouden skins. 560. Wow. Oké, dit is al letterlijk insane. Dit is gewoon te... Wow, ouwe. Er zijn waarschijnlijk mensen die dit nog niet eens in hun hele Fortnite locker hebben zitten. En ik heb het alleen in gouden skins al. What the fuck? Oké, natuurlijk moeten die 25 euro van die rode skins, zeg maar de gouden skins, maar dan die bundel natuurlijk, je snapt het. Dus plus 25 euro, zitten we op bijna 600 euro, nog 15 euro te gaan. Alright, dit is al best wel een groot bedrag, ouwe. Holy shit. Alright, ik heb best wel wat paarse skins, aangezien de paarse skins wel een van de vettere skins zijn die ik vind. Dus die koop ik ook het meeste. Dus we gaan gewoon optellen jongens. Deze is natuurlijk van de Battle Pass van deze season, dus die telt niet mee. Deze wel, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 18, maar deze is ook speciaal, dus die tellen niet mee. We zitten nog op 17. Oh, deze is ook speciaal. Kijk, paarse skins zijn dus allemaal speciaal. 17, oké, 17, 18,
19. 43. Even zien. 43. Oké, even opschrijven. 43. 43 paarse skins. Het ding is alleen, bijvoorbeeld de Wonder Skin. Ik zal hem even erbij zoeken. Hoeveel gaat die ongeveer voor? Holy shit. Oké. De Wonder Skin is letterlijk €55. Oké, dus deze moeten iets meer meerekenen dan een €15 skin. En ik heb er natuurlijk nog geen, want ik heb de Iconic Skin ook als paars. En natuurlijk de Honor Guard ook. Dus die drie skins gaan we zo meteen even apart oprekenen. Want ja, die zijn gewoon meer geld waard. Dus dat is het chillen. Natuurlijk, de paarse schooltrooper, dat is het ding, zeg maar. De paarse schooltrooper kost eigenlijk 1500 V-Bucks, als ik goed uit mijn hoofd wees. Of 1200, één van die twee in ieder geval. Maar ik heb natuurlijk de rare variant. Dus het is eigenlijk, zeg maar, natuurlijk worden ook heel veel accounts verkocht. En mensen met een schooltrooper rare of een renegade raid of de rare ghoul trooper, weet ik veel wat op de account, worden voor heel veel geld verkocht. Dus deze skin is sowieso meer dan €15 waard. Dat kan ik me gewoon, dat weet ik. Alleen de precieze prijs durf ik niet te vertellen. Ik durf er ook geen prijskaartje dus gewoon aan te zetten. Uiteindelijk komen we op een prijs van mijn account natuurlijk de totaalwaarde. Maar dan hebben we natuurlijk de Renegade Raider, de Ghoul Trooper of de School Trooper als normale skins meegerekend. Dus ik zou zeggen, laat gewoon achter in de reacties wat jullie de Renegade Raider en de School Trooper bij elkaar waard vinden. En dan gooien we die prijs nog eens bovenop mijn totale accountwaarde waar we zo meteen uitkomen. Dus dan hebben we een soort van, ja, ik durf er gewoon geen prijskaartje aan te verbinden. Laten we het zo zeggen. Alright. Oké, we hebben dus 43 paarse skins. Daar waren we gebleven. En dat moeten we dan keer 15 doen. En dat is €645. €645. Die schrijf ik even op. We zitten dus op €717. Dat is niet het totaal. Dat is alleen de paarse skins en de bundels bij elkaar. Dus ik heb daarnaast nog een bedrag van €605 staan. Ik voel me al lichtelijk schaamtelijk dat ik zoveel geld erin heb. Oké. Ik ga even kijken hoeveel de speciale skins worden verkocht. Want die worden verkocht natuurlijk op Instagram vooral. €145. Holy shit. Ik gebruik deze skin niet. Ik vind de persoon niet €45 waard. Maar hij gaat voor €45. De Iconic skin. Wordt die nog verkocht? Ik denk het niet, man. Voor hoeveel ging die Iconic skin? Volgens mij rond €50. Even kijken op YouTube of er iets van, how much is the Iconic skin worth? Even kijken. Ik ben gewoon benieuwd. Wat staat in de Oké, €1000. €1000, dat klopt volgens mij. Ja. Oh, wat ben ik dom, ja. Oké, de skin is €1000 waard. Op accounts die hem toen resellen was hij veel goedkoper. Dat weet ik zeker. Maar aangezien die skin niet meer verkocht wordt, is die op geen één Instagram account meer te verkrijgen. Dus de prijzen zijn gone, zou ik maar zeggen. We gaan het gewoon doen, fuck it. Gewoon de prijs omhoog tikken. Alleen ik weet dat als je hem wilde kopen een paar maanden geleden, nou hier staat 8 maanden geleden, 8 maanden geleden alweer, dat accounts zijn verkocht voor, I don't know, €100, zoiets. Ik weet het niet, zoiets was het volgens mij. Laten we gewoon maar voor de gein die €1000 erin tikken. Aangezien die echt eigenlijk €1000 waard is, omdat je natuurlijk die telefoon moet kopen. Alright, het is heel insane, maar ja, ik weet niet meer wat de prijs echt was waarvoor je hem kon kopen. Dus Iconic skin, €1000, let's fucking go. 1000, oké. Dat is echt, oh my god, dat tikt echt de hele prijs omhoog. Alright, even zien. Iconic skin hebben we gehad, dan hadden we er nog één als dat goed is. En dat was, even kijken, de Wonder skin. Oh, fuck. De Wonder skin was volgens mij ook €45. Even kijken. €55, oké, okay, plus €55. Alright. De paarse rare skins zijn bij elkaar €1100. De Iconic skin, ja, het is gewoon kut. Ik weet gewoon niet de prijs wat het was. Volgens mij €100 en anders was het €200. Maar we doen gewoon voor de gein €1100. Fuck it. Dan is gewoon wat meer drama natuurlijk in de locker. Holy shit. Alright, we hadden net natuurlijk die €717 bij elkaar met de normale paarse skins. En natuurlijk de bundles. En nu moeten we daar €1100 bij opgooien voor de speciale paarse skins. Holy shit. Dus 717 erbij is €1817 aan paarse skins. What the fuck, ouwe. Oké. We gaan even een snelle
bij elkaar voeging van de prijzen gooien. Want ik had natuurlijk ook al 605 aan gouden skins. Dus die gooien we erbij op. 605. Zitten we op 2422 euro aan skins. Holy shit, ouwe. Holy shit, ouwe. Oké, we zijn nog lang niet klaar, hè. Besef, we moeten nu alle blauwe skins bij elkaar optellen. De blauwe skins gaan natuurlijk voor 1204 bucks. A.k.a. 12 euro, zou ik maar zeggen. Dus we gaan ze even bij elkaar optellen. 1, 2, 3... 45 en 46 fucking blauwe skins. Holy shit. Oké, 46 keer 12 is 552 euro aan fucking Battle Pass skins. Oh, of Battle Pass skins, blauwe skins. Lol. Natuurlijk hebben we hier onze mooie vriendin de Renegade Raider tussen staan. Ik zeg je eerlijk, 12 euro is die nu niet meer waard. Het is veel meer geworden. Maar de 4 bucks natuurlijk, wat het mij heeft gekost, was 12 euro. Ja, wat ik dus zei, laat even weten in de comments hoeveel jij de Renegade Raider en natuurlijk de paarse schooltrooper skin bij elkaar vinden. En ja, dan gaan we dat gewoon nog weer opgooien. Dus ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd hoeveel. Oké, 552 euro plus de 22 euro van de skins hiervoor. Dus we gaan het bij elkaar optellen. Plus 22 is... Holy shit, is bijna fucking 3000 euro, jongens. Holy shit, 2974 euro nu al. 2974. Oh shit, dat is echt insane. We hebben nu nog alleen de groene skins. En die gaan natuurlijk voor 8 euro per stuk. Dus dat is een stuk goedkoper. Dus dan gaan we maar even snel doorheen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 skins. Keer 8, 21 keer 8 is 168 euro. Dus dat komt er nog bij op. 168 plus 2974 euro is 3142 euro. Alright. We hebben dus zojuist alle skins gehad. Alle skins. De backblings, ja, er zullen een paar natuurlijk zijn van een bundel. En ja... De meeste krijg je gewoon gratis bij de skins erbij. Volgens mij heb je maar één bepaalde. Deze, volgens mij, backbling die iets van 8 euro was. Die laten we even achterwege, aangezien dat een heel groot gapuze wordt. Dus fuck dat, oké? We gaan wel naar de pickaxes kijken, aangezien die best wel duur zijn. Dus ja, dus dat is wel chill. Alright, dus we hebben de 3000 al van de skins. What the fuck kan er nog bij komen? Mary Minty, 32 euro voor deze pickaxe. Ha, laten we dat maar gewoon invullen. 32 euro voor deze pickaxe. Holy shit. Deze pickaxe is trouwens wel echt nice. Ik zeg je eerlijk, hij is echt nice. Alright, 32 euro. Dan moeten we nu de paarse pickaxes bij elkaar optellen. Ik moet wel goed kijken welke niet uit een battle pass is. Maar volgens mij pickaxes gingen de paarse voor 1200 euro. 1200 euro. 1200 V-bucks, dacht ik uit mijn hoofd te weten. Zit er een pickaxe in de shop? Trouwens, kan ik even vergelijken. Oké, er is geen paarse pickaxe. Oh, jawel, hier. Oh, dit is een blauwe. Fuck, oké. Volgens mij 1200, aangezien die blauwe 800 was. Oké, 1200 V-bucks voor de paarse pickaxes. Nice, dan weten we dat. Alright, dan gaan we gewoon bij elkaar optellen, man. 1, 2, 3. Deze was van de PlayStation, dus die tel ik niet mee. Dus we zitten op 3. 4. Even kijken, 4, 4, 4, 5. Ja, 6, 7, 8. 8, 7, 8, 9. Ja, wel 9. 9. Oké, 9 paarse pickaxes. Oké, dus plus... 9 keer 12 euro dus. Dat is 140 euro in totaal nu aan pickaxes. Oké, 140 euro. Dat moet ik even opschrijven. 140 euro. Alright, chill. Ik dacht dat het een blauwe pickaxe was. Of een paarse. Het moest een paarse zijn. Ik ga gewoon voor 12 euro. I don't know. Ik weet het even niet. Oké, de blauwe gaan natuurlijk voor 8 euro. A.k.a. 804 bucks. Dus we moeten dat even weer bij elkaar optellen. Even zien. Dit was een gekochte. Ja. Ah, oké. 1... 2, 30? Dacht ik? 30. Oké. 30 keer 8 is natuurlijk 240 euro aan blauwe. Blauwe pickaxes, zoals je ziet, heb ik het meeste gekocht. Want dat zijn ook de chillste die hier tussen zijn. Ik vind deze bijvoorbeeld heel chill. Deze ook zijn ook favorite gemarkt. Alright. 240 plus de 140 natuurlijk maakt 380 euro nu aan pickaxes. Dus 380 euro alweer. Holy shit. Oké, de groene gaan voor 404 bucks als ik het uit mijn hoofd weet. Dus even zien. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja? Nee, die niet. 13. Nee, die ook. Jawel. 13, 14, 15, 16, 17 en 18? Volgens mij wel deze. 18. Oké, 18. Oké. 18 keer 4 euro natuurlijk is mooi. 72 euro. Plus natuurlijk die 280 euro. Dus hup, 72 plus 280 is 352 euro aan pickaxes, jongens. Holy fuck, ouwe. Dat is behoorlijk wat geld. We zitten al bijna... Ik ben al echt een half uur volgens mij aan het opnemen om dit op te tellen. Dus ik zal er wat sneller doorheen. Ik zou natuurlijk wel een beetje knippen hier en daar. Oké, we doen het. Dit 352 euro plus de... Holy shit. 3142 euro, jongens. Oké, even zien. Plus 3142 is 3500 euro bijna. Holy shit, jongens. Even zien. Oh my god, ouwe. Dat is echt een behoorlijk zakcentje, man. Holy fuck. Oké. We gaan naar de gliders toe. Dan zijn we alweer bijna klaar, man. Holy fuck, ouwe. Dat gaat best wel snel. Gliders zijn pittig duur. Dat zeg ik je eerlijk. Vooral de gouden zijn nog steeds gewoon 2000 V-bucks. Terwijl ik eigenlijk die gouden nog nooit echt goed heb gebruikt ofzo. Ik weet niet. Ik koop wel eigenlijk ook gewoon nooit een glider meer. Ik gebruik altijd die umbrella's of, ja, of een paar die ik al heb, zeg maar, gliders. We gaan beginnen, jongens. We gaan gewoon de gouden optellen. Natuurlijk zijn ze 2000 V-bucks per stuk. A.k.a. 20 euro. Dus we hebben hier 1, 2, 3... drie gouden dingen. En dat is natuurlijk 60 euro. Ik kan het al uit mijn hoofd, jongens. Holy shit. 60 euro aan gouden backblinks, jongens. Holy shit. Oké, die schrijven we even op. 84 aan blauwe gliders. En nu komen, of aan paars. En nu komen de blauwe. En daar heb ik best wel veel van gekocht. Even zien. 6. Deze is zo lelijk trouwens. 6. En deze tel ik ook even mee als een blauwe. 6 is 7. 7 keer 12, jongens. 7 keer 12 is 84 euro weer. Weer 84 euro. Precies gewoon. Ai, man. Oké, ik heb de prijzen gewoon onder elkaar staan van de gliders. Dus dat tellen we zo meteen bij elkaar op. Oh, ik kwam boel laat. Oké, jammer. Oké, de laatste genre aan gliders. Want ik heb natuurlijk geen... Ik heb wel grijze gliders, maar die zijn niks waard. Want die heb je allemaal unlocked. Oké, de groene gliders, jongens. Die gaan voor 800 per stuk. Ik weet het niet precies. Dus we moeten even kijken. Want deze is niet gekocht. Dan moet ik heel goed kijken, jongens. Even zien. Deze is wel gekocht. Dacht ik. Nee, die is niet gekocht. Even zien. Jeetje, heb ik überhaupt wel gekocht? Ja, deze heb ik gekocht. Oké, 1, 2, 3. Oh, best wel veel. 4, 5. Deze heb ik unlocked. 5, 6. Even goed kijken. 6, 7. Want deze kwam met die andere. 7, 8. 8 groene gliders. 8 keer 8 is natuurlijk 64. Huppakee. Alright. Even zien. 64 schrijf ik ook op. Oké, dus we moeten nu even de prijzen bij elkaar optellen. Natuurlijk de Mako glider. Ja, weet je wat het is? Hij is OG. Het staat er ook bij Season 1 natuurlijk. Deze moest je unlocken als je... deze unlockte je als je level 25 was toen die tijd. Ja, ik weet niet. Hij wordt niet verkocht qua accounts, denk ik. Het is niet heel veel waard. Dus ik hou hem gewoon lekker bij die 8 euro. Fuck dat. Alright, we moeten dus even zien. Even kijken. 60 plus... 84 plus nog een keer 84. Alright, mijn camera was net uitgevallen. Maar we waren bezig met gliders. Ik had het al bij elkaar opgerekend. Uiteindelijk met de gliders bij elkaar. Plus de skins die we daarvoor hebben gehad. Zitten we op 3786 euro. Best wel kut dat de camera net uitviel. Maar dat weten jullie dat. We zitten op echt een pleurishoog bedrag. En we moeten nu alleen nog de dansjes en de wraps. De dansjes zijn echt duur. Dit wordt echt ziek. Dit wordt echt... Sorry, moest even. Oké, ik heb heel veel dansjes. En dit wordt nog echt een ding. Want ik heb geen idee welke meer van de Battle Pass is. Dus we gaan gewoon alle dansjes die paars zijn en die ik een beetje weet. Ja, we moeten gewoon een beetje gaan gokken, zou ik maar zeggen. Maar ik heb echt ontzettend veel dansjes. Dus dit wordt echt een prijskaartje weer, jongens. Oké, jongens. Ik heb even heel erg mijn best moeten doen met kraken. Ik heb het waarschijnlijk geknipt aangezien het echt lastig was. Ik heb rond de 50 dansjes. Als het goed is, weten te ontcijferen dat ze geld hebben gekost. Ik weet het echt niet meer. Het zijn te veel. Dus ik ga gewoon voor 50 keer 800 V-bucks. Dus keer 8 euro. FC, heb ik dat opgeschreven? Ja. Oké, dus 50 keer 8 is best wel wat eigenlijk. Holy shit. 400 euro aan dansjes. 400. Weet je wat het altijd is bij mij en dansjes? Als ik er gewoon een leuke dans zie. Oh, hij is 500. Oké, dat is heel nice dat ik dat even zie. Oké, dan wordt het een stuk lager. 50 keer
5 euro is 250 euro. Alsnog veel. Helaas hebben we natuurlijk die paarse dansjes wel als 1200 meegerekend. Ik wist niet echt meer hoe duur ze waren. Dus 250 euro plus 168, jongens. Holy shit. En dat is alweer 418 euro aan dansjes. Oh my god. De groene dansjes is hetzelfde, jongens. Je hebt heel veel Battle Pass dingen daartussen zitten. Dus die tel ik even niet mee. Dus we zitten op 418 euro aan dansjes. Plus de vorige hoge bedrag van 3786. Oké, dus 418 plus. En we zien 37, 8, 6. Is 4204 euro nu al aan skins. Holy fucking shit. Oh my god. Oh my god. De wraps natuurlijk is ook wel ongeveer... ja, is ook best wel lastig, want er zijn ook best wel veel uit de Battle Pass. Maar ik heb er ook heel wat gekocht namelijk. Ik denk dat we hier gewoon even pak en beet, even, wat is het, 30 euro hier even uitpakken. Gewoon, want het is echt veel gekloot weer. Even zien, dus ik doe gewoon plus 30 euro. En dan hebben we hier ons uiteindelijke bedrag, jongens. Oh my god, en dat bedrag is 4234 euro. Holy shit. Natuurlijk heb ik dit uitgegeven aan in ongeveer iets meer dan 2 jaar natuurlijk. Dat Fortnite bestaat, want ik speel al sinds season 0. Laat weten hoeveel jullie de schooltroepen en de Renegade Raiders samen bij elkaar waard vinden. En dan gooien we dat nog op de prijs van natuurlijk 4234 euro aan skins op dit account natuurlijk. Holy shit, jongens. Het duurde even. Ik heb in totaal bijna een uur lopen opnemen om alles uit te rekenen. Maar het is me gelukt, jongens. Hopelijk vond je deze video leuk. Laat trouwens ook even weten hoeveel jouw account waard is. Daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Misschien kunnen we een soort wedstrijdje doen met iedereen in de comments. Dus laat het natuurlijk weten in de comments. Vergeet natuurlijk deze video niet te liken. Zou super dope zijn. En jongens, super ziek. We gaan gewoon december vol knallen met video's. De dagelijkse uploads komen eraan, jongens. Dus ik zou zeggen, vergeet natuurlijk niet te abonneren. Want dan blijf je natuurlijk op de hoogte van mijn gloednieuwe video's, jongens. Ik zie jullie morgen weer om 6:30 bij een gloednieuwe video. Dus ik zeg tot morgen. Later, mensen.